Welkom terug hier bij de North Sea Jazz Club, bij Dag voor de Jeugd live. Een dag lang gesprekken over alles wat maar met jeugd te maken heeft en natuurlijk met alles wat er gebeurd is na 1 januari 2015. De decentralisatie van de jeugd, jeugdwet, moeten we gaan kijken wat de impact daarvan is voor gemeenten. En dan hebben we het over zowel de sociale wijkteams als wat dat betekent voor het onderwijs, voor de jeugdbescherming. Maar we gaan het vooral hier in deze sessie nu hebben over wat merk je nou eigenlijk van in praktijk. Daarover gaan we met een aantal gasten in gesprek, maar zoals alle keren beginnen we nu ook eerst met Tom van Iepen. Ja, en de focus op de vraag wat merken we er in de praktijk van, is in dit geval gericht ook op versterking van de basisvoorzieningen en cliëntenparticipatie. Als twee belangrijke topics van de hele transformatie. Sterke basisvoorzieningen en cliëntenparticipatie, dat zijn van die fijne begrippen die het altijd goed doen in beleidsnota's. Maar goed, heel anders is dat natuurlijk om dat goed in praktijk te brengen. Eerst eens even over die basisvoorzieningen. Wat zijn dat nou eigenlijk? Nou, dat gaat om bijvoorbeeld de kinderopvang, de scholen, de sportverenigingen, ook de speeltuinen. Hier werken volwassenen als vrijwilliger of als beroepsopvoeder die de kinderen heel veel zien. Ze hebben daarom naast de ouders ook een heel belangrijke opvoedingsverantwoordelijkheid. De afgelopen jaren zagen we een hele sterke beweging om kinderen met een bepaald gedrag te labelen met ADHD, oppositionele gedragsstoornis, syndroom van Asperger. En als het even kon, kregen deze kinderen een speciale plaats buiten de normale voorzieningen. Exclusie heet dat. Als we dat niet meer, of in ieder geval veel minder meer willen, dan hebben de basisvoorzieningen niet alleen betere faciliteiten nodig om jeugdigen met een kleine gebruiksaanwijzing goed les te geven, lekker te kunnen laten sporten en fijn te kunnen laten spelen. Het houdt ook in dat de volwassenen die op die plaatsen werken beter om kunnen gaan met kinderen met die gebruiksaanwijzing. En dat begint met de acceptatie van kinderen die wellicht net zo druk, ondeugend of eigenaardig zijn zoals u en ik misschien vroeger waren. Ook houdt het in dat je met de kennis die we tegenwoordig hebben, beter weet hoe je kan omgaan met die kinderen. Simpelweg vanuit het streven omdat we deze kinderen niet meer willen buitensluiten. Daarom versterking van de basisvoorziening. En dan die cliëntenparticipatie. Gek genoeg beschouwen we cliënten steeds als een soort apart soort, zeg maar. Maar dat is het helemaal niet. En ik geef je twee redenen waarom niet. Ten eerste, er zitten jaarlijks zo'n 250.000 kinderen in de jeugdhulp. Nou, een hele simpele rekensom leert mij dat er dan heel veel ambtenaren, wethouders, hulpverleners, directeuren van instellingen, noem maar op, moeten zijn, die als ouder, cliënt met de jeugdhulp te maken hebben, of te maken hebben gehad, of te maken zullen hebben. Nou, cliëntenparticipatie is in dat ligt eigenlijk een soort lotgenotencontact, maar dan voor mensen met verschillende rollen. De tweede reden is dat de basisvoorzieningen en de hulp alleen maar bestaan bij de gratie van de cliënten. Wat is er dan logischer door ze niet alleen bij de uitvoering van diensten en hulp als partner te beschouwen, maar ook in de gesprekken over het te voeren beleid, de planning, de kwaliteitscontroles, de aanpak van incidenten, noem maar op. Het zou eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Heel goed, dames en heren, Tom van Iepen, dank. En eigenlijk Tom neemt voor de eerste keer, voor mensen die hier al eerdere gesprekken zijn geweest, Tom hield het hier altijd bij, tot deze ronde, want nu komt hij ook aan tafel. Kijk, helemaal goed. En dan breekt gelijk even goed om te zeggen, orthopedagoog, Tom van Iepen. Danielle van Schaik, aan deze kant, manager Stichting Locamus. Wat doe je dan? Klopt, ik ben manager bij de buurteams Jeugd en Gezin in Utrecht. Ja, kijk, heel goed. Victor Everhart daarnaast, wethouder Utrecht, welkom. Dankjewel. En Jasmina Bakani, vrijwilliger van de Stichting DOC. Ja. En wat doe je dan? Vrijwilliger zijn. En wat doet de Stichting DOC dan? Organiseert activiteiten voor jongeren in Amsterdam-Noord. Ik werk dan bijvoorbeeld in de studio met jongeren die graag willen opnemen en verstandlezen en dat soort dingen en ondersteunen bij activiteiten. Ja, duidelijk. Op de eerste rij zitten mensen die jij kent. Ja. En daarvan zei je net tegen, grappig, ik heb net ontdekt dat ik ervaringsdeskundige ben. Ja. Ja. Dat heb je zojuist ontdekt. Ja. Ja. En waarom denk je dat je ervaringsdeskundige, waarom die term dan zeg maar bij jou zou passen? Ik heb
geen idee. Ik heb gewoon gehoord dat ik het... Je bent gewoon nu echt precies, ja. Misschien heeft dat enigszins met je achtergrond te maken. Ja, dat denk ik, ja. Ja, want? Ik heb gewoon heel veel meegemaakt als kind zijn. Ja. En dus ben jij zelf ook geholpen door Stichting Doc? Geholpen zou ik niet zeggen. Nee. Ze hebben me wel heel erg veel ondersteund in die tijd dat het gewoon niet zo heel goed ging bij mij. En ze hebben me ook gewoon de mogelijkheid geboden om mijn dingen te doen naar dus mijn muziek. Vooral mijn ontwikkeling, talentontwikkeling, zowel mijn persoonlijke ontwikkeling. Als ik ergens hulp bij nodig heb, dat ze er gewoon voor me zijn. En dat vond ik wel heel fijn. Ja. En is het zo dat je denkt, dat ligt nu achter mij? Of is het nog steeds fijn om in ieder geval die groep om je heen te hebben? Het is nog steeds zeer fijn. Ik bedoel, ik maak dagelijks dingen mee en ik zit nog steeds in mijn puberteit. Ik leer heel veel nieuwe dingen dagelijks, net ook al. Dus het is heel fijn dat ze er voor me zijn. Dat als ik vragen heb, dat ik altijd bij hen terecht kan komen. Het zijn meer een soort familie van me geworden in de afgelopen jaren. Ja. Zo grappig, je zit niet echt in je puberteit als je zegt dat ik nog steeds in mijn puberteit zit. Maar dat is altijd, pubers ontkennen altijd dat ze erin zitten als ze dus. Dat is heel belangrijk. Ja. In dit gesprek gaan we hebben allemaal gesprekken tot nu toe gehad waar we al gingen kijken eigenlijk van hoe is het nou uiteindelijk georganiseerd en wie heeft welke verantwoordelijkheid. Maar eigenlijk ligt een hele basale vraag hier nu open en die wil ik aan jou stellen en ook alvast aan Jelle. Van wat, er is nu sinds 1 januari 2015 zou het veranderd moeten zijn. Merk je er iets van? Is er echt inderdaad iets veranderd? Wat zou er moeten veranderen? Ja, nou goed. Ja. Ik weet niks. Het enige wat ik weet is dat mijn moeder de uitkering verkort is. Ja. Voor de rest is het een hele concrete verandering. Ja, precies. Ja. Voor de rest is er niet veel veranderd om me heen of zo. Nee. Daniel, bij jou? Ja, ik merk wel dat er wat veranderd is. En per 1 januari is natuurlijk de transitie geweest. En we zijn nu 9 maanden onderweg. In de transformatie van de zorg. En ik merk wel dat in het werk en met de mensen, de gezinswerkers in de buurteams, maar ook met de basiszorg, de partijen in de wijk, die jij net noemde, Ton, in jouw praatje, dat we het steeds meer de klant centraal aan het zetten. En de regie daar willen laten waar die hoort. Okay. We moeten dit heel even een beetje gaan afbellen. Ja. Want er zit heel veel zin in nu. Hè? Dus de transitie, de klant centraal, de regie georganiseren. Dat is wel grappig, want we kunnen in principe 3 kwartier dat precies gaan formuleren. Maar is de crux niet uiteindelijk dat Jasmina dan zegt van, maar ik merk er eigenlijk heel weinig van? Ja, ik denk dat denk ik ook, dat de crux is. Ik denk ook dat overal heel verschillend georganiseerd wordt. Dus ik kan alleen vanuit het Utrechtse praten. Ja. Ik weet niet hoe het in andere gemeentes georganiseerd is. En dan wordt een heel ingewikkeld gedachte experiment nu. Stel dat Jasmina niet op zo'n woord zat, maar in Utrecht. Wat zou ze gemerkt hebben? Ik denk dat wat in het Utrechtse, wat ik heel sterk vind en waar wij denk ik dichter eerder betrokken zijn bij jongeren, maar ook bij gezinnen met vragen, hulpvragen, is doordat wij ook veel meer in de wijk aanwezig zijn en ook op de basisscholen. Taken van het schoolmaatschappelijk werk hebben overgenomen, waardoor we dicht op die basiszorg georganiseerd zijn. Ja. En ook vroegtijdig gevonden kunnen worden op vraag van cliënten of professionals. Weer praktisch vertaald, dat zou kunnen betekenen dat als ik bijvoorbeeld in Utrecht zou wonen en dan zou ik andere mensen tegen zijn gekomen. Dan vroeger? Ja. Dat denk ik wel, ja. Ja. Even checken, nee, Jasmin. Ben jij al andere mensen tegengekomen? Nee, ik denk wel grappig. Ja, hiervoor vroegen die mensen nooit naar mij hoe het naar mij ging. Of hoe het met de mensen waarmee ik werk bij Doc ging. Dat weet ik. Ik weet het niet. Nee. Ik weet sowieso eigenlijk niet echt wat er hier besproken wordt, omdat er heel veel dure termen worden gebruikt. Ja. Nee, terecht. Met 17. Ja. Nee, dat is, zelfs af en toe als 38 is het moeilijk te volgen. Dus dat is, waar het dus mee te maken heeft, is dat er dus blijkbaar, hebben ze gedacht, het moet anders georganiseerd worden. Wat moet er? Er moet de zorg voor, een goede vraag. Tom, dit is jouw vak. Wat moet er nou anders georganiseerd worden? Nou, een van de belangrijke dingen is dat, zoals het vroeger was georganiseerd met de jeugdhulp, waren er allerlei verschillende partijen bij betrokken die moesten betalen. Dat waren de zorgverzekeraars, de provincies, ministeries, noem maar op. Ja. De gemeente ook. En dat gaf heel veel versnippering in het beleid, maar ook versnippering in de hulp aan cliënten. Aan jou bijvoorbeeld, of aan vaders en moeders. Ja. En wat de grote verandering nu is dat gemeenten nu de enige zijn die als financier, als betaler optreden. En dat is ook
de belangrijke partij die ervoor kan zorgen dat die versnippering veel minder wordt. Ja. Dat er veel beter wordt samengewerkt. En dat dus ook gezinnen hulp krijgen die veel effectiever is, veel beter werkt. Ja. Omdat ja, met zo'n versnippering, dat werkt natuurlijk niet goed. Dat is één. Maar wat ja, zit toch even, Jasmin, heel vriendelijk ja zeggen. Maar het is wel grappig, want dit zijn eigenlijk allemaal dingen. Dat besef ik me nu ook nu dat ze zegt, denk ik van ja. En dus, als ik nou in de praktijk ervan mee te maken heb, ik ben mensen aan het helpen door onder andere met hun muziek te maken. Ja. En dan denk ik, ja, leuk, goed. Goed dat jullie dat doen. Zou er verschil merkbaar moeten zijn? Nou, het is even de vraag. Kijk, voor een aantal cliënten die al in de zorg zitten, mag je hopen dat het langzamerhand steeds beter gaat. Dus minder versnippering, dat er zaak wordt voorgemaakt, dat men zegt van nou, al die hulpverleners aan tafel, laat nou één hulpverlener vooral de contactpersoon zijn, vooral ook met de jeugdigen en met de gezinnen de plannen maken. En vragen dan verschillende mensen op een hele goede combinatie, goed gecoördineerd, dat uit te voeren. Nou, dan mag je hopen dat dat in ieder geval merkbaar is. Voor de cliënten die nog niet in zorg zijn, maar die daarin komen, ja, die zullen er als goed is niet zoveel van merken. Nee. Want die komen op een gegeven moment in een nieuw systeem. Ja. Maar laten we niet vergeten, kijk, die transitie, dat is de knop omdraaien van die financiers die er vroeger allemaal bij betrokken waren. Die zijn er niet meer. Vanaf 1 januari zijn het de gemeenten die verantwoordelijk, bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn. Dat is die knop omdraaien. Maar die transformatie, dat is een veel groter en ingewikkelder proces. Dat kost jaren voordat dat echt goed zijn beslag zal krijgen. Oké, ja, duidelijk. Dan zit nog één punt en dan kom ik bij Victor Evaert. Dan zit ik wel, weet je, in jouw inleiding geef je ook aan, het is belangrijk dat je cliëntenparticipatie zal zijn. Dus zorgen dat mensen echt betrokken zijn. Maar ik kan me jouw reactie heel goed voorstellen, Jasmin, dat je zegt van ja, luister, dat zijn, wij spreken, alleen al taalgebruik is onnavolgbaar. En ik heb ooit wel eens een keer een moeder, een mantelzorger, zeg maar, zoals dat dan mooi heet ook, en die zei van ja, ik ging ergens naartoe, ze gingen vanuit dat een WMO-loket, dat ik überhaupt wist wat het was. En dat is, de hele taal is natuurlijk helemaal, even bot gezegd, helemaal verziekt door dit soort begrippen. En beeldspraken, ontschotting en dat soort dingen. Wethouder, hoe moet je hiermee omgaan? Doe er wat aan. Ja. Als je echt wil dat mensen meedenken en meedoen, moet ze het toch begrijpen? Ja, dat klopt. En dan moet je ook begrijpelijke taal uitslaan. En dan moet je het inderdaad ook makkelijk maken. En dan moet je laagdrempelig zijn. En dat zijn allemaal opdrachten die ik in ieder geval heb meegegeven. Onder andere aan de buurteams, maar ook aan andere partners in onze stad. Om dat ook voor elkaar te krijgen. En dat is helaas nooit van vandaag of morgen direct gerealiseerd. Wat ik wel heb gedaan is, want we hebben een beetje al geoefend in de stad Utrecht voor 1 januari. En toen hebben we ook het Verwij Jonker Instituut gevraagd, van die knappe koppen, die heeft gevraagd van, haal nou eens op wat Utrecht hier nou van vindt. Ja. En die hebben dus een mooi boekweekje gemaakt en die hebben gewoon ervaringen van gezinnen, van kinderen opgehaald. Of dit nou voor hun begrijpelijk is en of het nou ook ondersteunt en voorziet in hun behoeften. En daar kwamen hele mooie verhalen naar voren. Ja. Dus dat is voor mij ook een mogelijkheid om te toetsen of wat wij allemaal bedenken. Dat is makkelijk, dat zit op papier, dan gaan we dat uitstorten, dan hebben we weer nieuw jargon bekend. Maar komt het ook op een goede manier aan? En daarin stuur ik in ieder geval wel, ik wil weten of de Utrechter, het gezin, het kind er ook iets aan heeft. En dat is makkelijk gezegd, maar hoe geef je dat nou precies vorm? En hoe krijg je dat nou boven water? En ik zie wel eens dat in ieder geval alle partijen in Utrecht echt heel hard mee bezig zijn om dat ook echt mogelijk te maken. En ik zou willen is dat in een half jaar voor elkaar was. Ja. Dat is niet zo. Maar ik zie wel toch een stap de goede richting aan. Ja, maar toch ook, en Utrecht staat ook bekend om te experimenteren met vormen van participatie, dus meedenken met het stadsbestuur. Ja. Dan is het best lastig, want dit is best een technische operatie voor veel mensen. Het is veel over de verantwoordelijkheid, alleen al de termen transitie en transformatie. Dus hoe kan je nou zorgen dat de stad en mensen om wie het gaat ook echt betrokken zijn, zonder het te technisch te maken? Want het is tegelijkertijd gewoon een technisch verhaal, het gaat zelfs om bezuinigingen. Dat lijkt me ook gewoon heel lastig. Ja, maar het technische verhaal, dat hebben wij in onze gebouwen nodig. Daar moet je de Utrechter niet mee lastigvallen, zou ik haast willen zeggen. En ik ben gaan kijken van,
Wat weet Utrecht dan als je kijkt naar hoe wij de medische zorg in elkaar hebben zitten? En ook heel veel jargon en dat soort zaken. Maar iedereen weet waar zijn huisarts is en stapt daar naartoe. En mijn ideaalbeeld bij die buurteams is, iedereen weet waar zijn eigen buurteam zal zijn en stapt daar naar binnen toe. En alleen dit soort simpele stellingnames helpt erbij, is dat de buurteams inderdaad ook dat als opdracht voelen. Oh, dan moet ik dus inderdaad, net zoals een huisarts, gewoon laagdrempelig zijn, kwalitatief goed aanbod leveren, wat ook begrijpelijk is voor degene die naar binnen wandelt. Ja. Ik heb ook de opdracht gegeven, we willen het systeem vereenvoudigen, dat is alweer een beetje jargon, maar ik heb de opdracht gegeven ook, alles wat wij verzinnen, moeten we altijd nog een keer kijken, kan er nog een keertje vereenvoudigd worden. Want wij zijn heel erg goed, zeker gemeentes, om toch weer bureaucratie, toch weer terminologie, nieuwe woorden te gebruiken. En dan denken wij dat het allemaal begrijpelijk is, maar dat is helemaal niet zo. Ja. De raad, de gemeenteraad is ook een hele belangrijke partner. Want dat zijn ook degenen die namens de Utrechters de stad besturen. En daar heb ik verantwoording aan af te leggen. Die geven ook opdrachten mee, ook aan mij en aan het college. En dan heb je een jargon, maar spreek in B1-taal. En dat weten de deskundigen. Spreken in hun begrijpelijke taal. Ja. Nou, dat zijn ook opdrachten waar de hele raad heeft gezegd, wethouder, regel dat. Ja. En dan gaan we dus ook mee aan de slag. Okay. Stap voor stap. Ja, heel praktisch komt daar wel vaak om kijken. En dat merkte ik ook bij de vorige gesprekken. Dat zeg je, maar we hebben ook best wel wetten en regelgeving en dat soort dingen. Dus bijvoorbeeld een brief moet wel een formeel karakter hebben. Maar dan blijkt dus dat als je dus als ontvanger van die brief niet ingevoerd in die wereld, denk, nou, dit is een soort verkapte dreigbrief. Ik wil, als ik hem al begrijp, dan is het echt geen pretje wat er staat. Ja. Maar in essentie komt er vooral op neer dat er staat, u krijgt bijvoorbeeld geen geld. In plaats van dat er gewoon staat, u krijgt geen geld, maar staat gezien dit en dat en dat. Is die ruimte er? Is die mogelijkheid er om dat soort dingen ook echt te veranderen, waardoor het gewoon begrijpelijk wordt? En dat is zeker in de jeugdwet. Als je het over werk en inkomen hebt, je moeder, dat is nog een heel ander verhaal. Want dat is helemaal niet gedecentraliseerd in mijn ogen. Maar hierin heeft gemeentes hebben de ruimte gekregen. Ja. En waarom komen er onbegrijpelijke brieven? Is omdat we een verantwoordingssysteem met elkaar dan aan het opbouwen zijn. Waarin heel veel juridisch en afrekenmodellen en dat soort zaken. Dus tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. In Utrecht hebben we ervoor gekozen, in eerste instantie naar de buurteams. Even zwart-wit gezegd, dit is het geld dat we hebben. Dit zijn de Utrechters, ondersteun die. Ja. En dan heeft het buurteam niet allerlei onbegrijpelijke brieven of jargon of dat soort zaken naar die Utrechters. Want het enige is wat ik vraag is namelijk, en dat wil ik heel graag weten, of die Utrechter daar tevreden mee is geweest. Ja, hoe werkt dat in praktijk, Daniel? Wat ik merk is dat we zijn nu sinds januari in 18 wijken in Utrecht hebben een buurteam. En daar lopen echt wel heel veel mensen met allerlei soorten vragen binnen. Ja. Dus ook heel veel vragen rondom waar voorheen dus inderdaad ingewikkelde brieven over kwamen. Die worden nu in dialoog gewoon met mensen. Kijk, opgevallen. Een voorbeeld geven, wat is een vraag die veel voorbij komt? Zeker. Op dit moment is er gewoon zeker de schuldenproblematiek werken. Die komen nog wel een groot deel van de vragen. Maar vragen die voorbij komen, die kunnen met van alles te maken hebben. Opvoedingsvragen, verwijzingsvragen. Als er toch GGZ-problematiek aan de hand is. Dat kan gaan over verslavingsproblematiek, noem maar op. Wat ik heel mooi vind is dat je ziet dat er in de afgelopen maanden echt een toename is van gewoon zelf, dat noemen ze zelfmelders, maar gewoon mensen die zelf hulp komen vragen. Ja, die gewoon binnenlopen bij spreken en zeggen ik heb hulp nodig. Ja. En wat ik heel mooi vind is dat je hierdoor ook mogelijk kan maken dat je zorg op maat kan bieden. Dus het is soms is het één of twee keer een begeleidingsgesprek, maar soms kan het ook wat langer zijn en loopt het langer door. Ja. En doordat wij in de wijk zitten, hebben wij ook contacten met alle partners in de wijk. Dus wij hebben de contacten met die huisartsen en de JGZ, de scholen, de politie. Ja. En daardoor werken we heel nauw samen. En dat proberen we eigenlijk altijd, of dat doen we altijd, door de cliënt daarin centraal te zetten. En daarmee bedoel ik dat je die altijd meeneemt. Dus die zijn bij de gesprekken en horen de zorgen of worden betrokken bij het bedenken van oplossingen. Ja. Je merkt eigenlijk hoe ingewikkeld het is, hè? Als je nu een gesprek probeert voor waarin je elke zin begrijpelijk probeert te maken. Je merkt eigenlijk dat we elkaar steeds aan het corrigeren zijn. Wacht even, maar wat zeg ik nou? Dat is dus ook heel erg. Dat is die opdracht die je hebt gezegd, kan het niet eenvoudiger. Je moet altijd blijven nadenken, kan het eenvoudiger. Want per definitie
vinden wij het leuk in onze bureaucratie, dat is laag voor de gemeente, om het toch weer in onze eigen jargon te gaan vertalen. Ja. En dat is, ik heb ook gezegd van jongens, we moeten onze rol heel erg goed gaan definiëren en ook gaan spelen. Ja. En je ziet ook, wil je van papierwinkel af, dan moet je ook vertrouwen geven. Ja. Dan moet het buurteam ook de afweging kunnen maken, nu is er echt hoogwaardige specialistische zorg nodig. Totdat niet weer eerst terug naar de gemeente wordt, zodat de papieren moeten zijn, tot wij weer een indicatie moeten afgeven, dat soort zaken. Maar dat is wel vertrouwen. Want uiteindelijk staat een wethouder ook voor een gemeenteraad. Waar zijn de belastingcenten precies aan besteed en werkt het goed? En dat is waarom ik het zo heel belangrijk vind om van Utrechters terug te horen hoe zij dat ervaren. En dat is makkelijk gevraagd, maar enorm moeilijk om inzichtelijk te krijgen. Wie zijn het eigenlijk? Dat zijn de medewerkers van Stichting DOC. Ja, de medewerkers van Stichting DOC. Heb je ook een naam? Christa en Duco. Christa en Duco. Hallo, goeiedag. Hallo. Dan moet jij Christa zijn en dat Duco zijn. Ja, precies. Wat doe je precies bij Stichting DOC? Ik ben regio-directeur bij DOC. Kijk, heel goed. Ja. Die vraag die ik net stelde, zou je iets kunnen merken van het verschil? Merk jij het als directeur? De grap is, vanuit DOC doen we dus in Amsterdam jongerenwerk, maar we hebben ook sociale wijkteams. Ja. Die zitten aan de andere kant en leveren zelf de zorg. Als ik kijk naar Amsterdam, we hadden het er net even buiten over en toen vroeg Jasmin aan mij van, ja, wat is dat nou eigenlijk, die hele transitie? Ja. En ik zei van, ja, ik kan het makkelijkst uitleggen dat het hele idee is dat jij van 100 hulpverleners naar 1 hulpverlener gaat. Ja. Althans, dat is het grotere doel wat we met elkaar hadden. En dat wordt dan als positief gezien? Hè? Dat je niet denkt van, ik krijg 99 minder hulpverleners. Dat Jasmina daar alles van af weet hoe ingewikkeld dat is. Daar is ze dus echt ervaringsdeskundige in. Stop, even wachten. Is dat zo inderdaad? Weet je dat? Gewoon veel mensen die zich misschien zo met jou bemoeien, of hebben bemoeid. Ja. En wat is veel? Veel? Ik denk dat ik er zeker wel 100 of zo heb gehad. 100? Ja, en wat voor soorten en maten krijg je dan? Oh, alles. Alles. Bijvoorbeeld, volgens mij doet hij het. Even kijken, hij deed het wel even, maar dat is... ik heb Kentaris bijvoorbeeld gehad. Daar verlies je mij dan? Ja. Dat is bijvoorbeeld gezinshulp voor mensen die slechthorend doof zijn. Ja. Dan heb ik Psydon gehad. Ja. Dan heb ik GGND gehad, heb ik William Schikker gehad, heb ik Jeugdzorg gehad, heb ik Spirit gehad, Bascule gehad en Stichting Philadelphia. En dan zeg je dat je geen jargon kent. Ik bedoel, dit is echt, dit is echt een abacadabra voor veel mensen, maar dit is inderdaad, William Schikker hebben we net aan. Nu is het idee te zeggen, stel nou dat het er eentje was. En die, weet je, zoals je van die zakmessen waar alles aan zit, van schroevendraaier tot blikopener, zo iemand. Ja, ik heb 1 gezinszorg, die heb ik al 9 jaar lang, maar ik krijg steeds verschillende soorten hulp aangeboden. En het is niet dat ik het met vrije wil aanneem, want dat wordt me gewoon verplicht, omdat dat gewoon moet. En dan zit ik er gewoon mee een soort van opgeschreven. Ja, precies. En dan moet je die weer bezighouden. Ja, precies. Ja, precies. Ja, tot het weer weggaat. Ja. Maar dan, wat zou je het liefste willen? Wat ik het liefst zou willen, natuurlijk 1 persoon waar ik gewoon alles mee kan doen, weet je, en die gewoon alles kan regelen. Ja. Maar op een of andere manier gaat dat ook niet, denk ik. Want ik heb het ook, bijvoorbeeld mijn gezinsvoogd, die is echt bezig tussen mij en mijn moeder. En die zie ik niet heel vaak, die is echt heel af en toe. De gezinsvoogd? Die zie ik echt 1 keer in de maand of zo. Ja. Ja, en voor de rest heb ik echt, Kentalen zie ik wekelijks. En dat is echt gewoon gezinsondersteuning. Dus gewoon kijken naar hoe het thuis kan veranderen en hoe het gewoon thuis gaat. En mijn gezinsvoogd is meer gewoon van, wat moet ik gaan vertellen aan de rechter? Ja, precies. Die helpt je voor te bereiden voor wat... Die is gewoon meer wettelijk bezig met me. Ja. En is het truc te zeggen, eigenlijk, dat zou er dan 1 kunnen zijn misschien. Of 2 of 3, maar geen 100. Kijk, ik begrijp, want dat zie ik bij ons in de sociale wijkteams ook. Daar werken we met generalisten, dus iemand die in principe alles zou moeten doen. Maar het Nederlandse systeem zit zo ingewikkeld in elkaar, dat als je het hebt over WMO-loket, wat hier net werd genoemd, als je het hebt over schulden, het is bijna voor een hulpverlener niet te doen om alle regels te kennen. Ja. Dus ik snap wel dat die ene niet kan, maar als ik naar Jasmina kijk, dan had ik haar wel 1 iemand gegund. Ja. En ik denk van, dat zou het streven denk ik wel moeten zijn om zoveel mogelijk dat op zijn minst bij 1 iemand neer te leggen als
als case manager die meegaat. Al die verschillende soorten van hulp waar je continu je verhaal moet doen. Ja, dat lijkt mij niet prettig. Nee. Tom, dit was het idee toch? Eén plan, één gezin. Gewoon één generalist. Maar nou, eigenlijk, ja, dat is misschien bijna ondoenlijk. Dat is te veel gevraagd. Nou, het is in ieder geval één gezin, één plan. Ja. Dat is het uitgangspunt. Maar dan 100 mensen. Nou nee, dat lijkt me niet echt wenselijk. Want dat laat ook zien hoe versnipperd dat kan zijn. En afgezien van die versnippering vind ik het ook intimiderend naar cliënten. Om zoveel hulpverleners, nou als ik dat ook van jou hoor, zoveel verschillende instanties. Ja, ik vraag me af, dat kan toch nooit goed gaan werken. Maar dat weet je als min al lang. Ja, nee, maar dat weet ik, en dat gek genoeg, dat weten we ook al lang, dat het zo niet kan werken. En vandaar dat we al zo lang bezig zijn met verandering van het stelsel. Er zijn de afgelopen decennia verschillende pogingen gedaan om dat ook echt te veranderen. Deze verandering die we nu hebben, waar de gemeente dus echt verantwoordelijk zijn voor dat hele jeugdstelsel, is een hele belangrijke, omdat we daarbij zeg maar, een hele belangrijke move hebben gemaakt van de versnippering in bestuur en financiering naar in ieder geval daar eenvoud. Ja. Maar dan moet dus op volgen dat het ook in de hulp zelf een stuk eenvoudiger wordt. Ja. Als het even kan met één hulpverlener, maar als dat niet kan, is het niet erg als er nog andere mensen bij komen. Maar centraal moet staan, kun jij, of kan jouw moeder, kan jouw vader, nog steeds begrijpen hoe het in elkaar zit, wie is en voor welke doelen een hulpverlener met jou aan het werk bent. Ja. Wat me heel erg opvalt, ik heb ook vrij veel studies gedaan van dossiers. Twee dingen, ik zie in de dossiers vaak hulpverleningsdoelen staan, waarvan ik zo kan zien van, nou, dat kan nooit van die jeugdige zijn. Want, voorbeeld? Nou, een jongen die in een tehuis zit omdat hij opvliegend gedrag heeft en regelmatig de boel verbouwt. Er staat in het dossier, ik kan mijn agressie reguleren. Ja. Ik heb zelf agressie. Volgens mij zou hij zeggen van, ik kan me beheersen als ik boos word. Of ik ga er niet meer op slaan als ik boos word. Ja. Of ik weet wat ik moet doen als precies, ik boos word. Precies, het is al therapeutentaal, zeg maar. Ja, dat is één. Ja. Dus dat het jouw eigen doelen zijn. En twee is dat het een overzichtelijk aantal doelen is. Ik zeg altijd, ga jezelf na. Kun je meer dan 5 actiepunten tegelijkertijd voortdurend onthouden? Weet je nog waar je mee bezig bent als er meer dan 5 zijn? Dus als je het niet op één hand kan tellen, dan moet je het zo versimpelen dat het wel kan. Ja. Nou, dat betekent dat je zegt van, wat is nou het allerbelangrijkste? Wat moeten we eerst gaan aanpakken? Dan gaan we daar gewoon mee aan het werk en de rest dat zien we daarna wel. Nou, wat we nu zien is dat we nog steeds heel erg bezig zijn, ook met de versimpeling van het stelsel, dat iedere instelling nog steeds een eigen hulpverlener kan inbrengen, dat er nog steeds gezinnen zijn waar te veel hulpverleners bij betrokken zijn. En dat zal dus ook heel erg moeten gaan vereenvoudigen. Ja. Dat is een belangrijke volgende stap voor de transformatie, dat er dus instellingen zijn die zeggen van, nu ben ik even niet aan zet. Ja. En daarom bemoei ik me even nu niet met het gezin en geef ik dat aan iemand anders over die al met het gezin bezig is. Het is wel grappig, want het is bijna weer een soort fundamenteel gesprek natuurlijk. Dit is waarom je het eigenlijk doet. Met alles wat we hiervoor hebben besproken en anders vind ik, dit is eigenlijk gewoon, je hebt gewoon iemand die 100 mensen om zich heen heeft, het zegt van ja, het is gewoon jouw leven. En het blijft gek toch eigenlijk elke keer dat je vanuit over iemands leven zegt, ja, en dat gaan we dan zo eromheen organiseren en zo'n plan en dat soort dingen. Dat blijft toch een gek verhaal eigenlijk. Ja, daarom moet het vooral het plan van de jeugdige, van de jongeren zelf zijn en het plan van het gezin. Ja. Als die niet kan zeggen van dit is mijn plan, dit zijn mijn doelen en ik ga er met een aantal mensen voor aan het werk en ik weet wie waarvoor met mij daar in samenwerkt. Ja. Ja, dan heb je tot de essentie teruggebracht. Je moet bij wijze van spreken op een verjaardag kunnen uitleggen hoe het in elkaar steekt. Ja, dat betekent dus even weer terugkomen op taal. Taal is inderdaad ook daarin belangrijk. Ook weer in de taal van het gezin. Hè? Ja. En dan bedoel ik niet letterlijk in. Maar geef een definitie aan wat je wil veranderen. En eerder ging het ook over regie. Dit gaat ook over regie krijgen over je eigen stukje wat je wil veranderen. Ik denk dat als er 100 hulpverleners bij jou allemaal doelen hadden gesteld waar jij aan had moeten werken, tegelijkertijd, had jij zelf wel heel goed geweten waar jij als eerste aan zou willen werken. Ja, denk ik sowieso. Ja, ja, dat is een van de gedachten, is dus dat mensen zelf meer genoeg eigen kracht en dat soort dingen. Is er wel eens bijgekomen bij jou, die term eigen kracht? Ik heb ooit een eigen krachtconferentie gehad. Precies, ja. Wie niet, zou je bijzeggen. Ja. Maar het is, ja, het,
Maar hoe was dat? Nou, dat was meer eigenlijk na mijn eerste uithuisplaatsing. Toen werd er gekeken naar wat eigenlijk beter is voor mij. Toen heb ik mijn familie daar ook bij betrokken. Ja. En gezinsvoogd en één raadsleider volgens mij. Ik weet niet hoe je dat noemt. Mm-hmm. Maar één mevrouw die er dus bij zat. En mijn familie die was gewoon... we waren aan het proberen om te regelen dat ik gewoon bij familie terecht kon. Ja. Maar dat ging op dat moment niet. Dus ik werd overgebrugd naar een andere instelling toen destijds. Ja. Dus veel nu had het eigenlijk niet zoveel gehad. Maar het was nog wel fijn om een gesprek te voeren met iedereen. En kijken hoe andere mensen erover denken. Maar mijn gezinshoog had uiteindelijk toch alles in haar handen. In plaats van mij. Dus. Ja. Okay. Ja, ik vraag het even omdat in een vorig gesprek hadden we het over dat was Erik Heilberg van de William Schikker Groep, een van het rijtje van jou, die zei van ja, dat die eigen regie is soms ook gewoon te ver doorgeschoten. Want dat kan je gewoon ook, dat is al een soort mantra nu geworden, dat blijft maar herhalen dat het heel belangrijk is, maar dat kan je ook gewoon niet altijd vragen. Dat is nu te veel een eis geworden, eigen regie. Hoe zie je dat? Ja, sorry, ja. Het gebeurt niet zo vaak hoor, dat er eigenlijk een beetje eigen regie wordt gegeven, vind ik zelf. Ja, ja. Ik bedoel, ik hou van mijn gezinswacht daar niet van, maar zij heeft heel veel besloten voor mij. En ik heb haar al 9 jaar lang, en nog steeds tot de dag van vandaag, is zij uiteindelijk degene die beslist wat er met mij gebeurt. Ja. Hoe graag ik ook iets anders wil. Kijk, natuurlijk... Je bent nog maar 17. Ik heb wel een band met haar, dus als ik iets gewoon heel graag wil en het komt in mijn voordeel, tuurlijk is het er helemaal akkoord mee. Maar stel, ik zou iets heel anders willen. Ik bedoel, natuurlijk wil ik geen 100 hulpverleners om me heen. Nee. Dat wil ik echt niet. Weet je, maar op een of andere manier is het beter voor me. Al zijn de meningen daarover verdeeld. Ja. Zij bekijkt het wel zo en ik bekijk het anders. Ja. Dat is een beetje het verschil. Dat is een beetje waar we ook tegenaan botsen. Ja. Omdat we niet echt weten wat we precies moeten doen op zo'n situatie. Mijn OTS wordt dan wel bijvoorbeeld gestopt in december hopelijk. Ja. Maar dat is weer iets wat... Het is allemaal gewoon een beetje gek. Om je heen. Ja, het is echt... Ik heb het nu al 13 jaar... Je zou zelf wel meer regie willen hebben. Precies. Ik heb het al 13 jaar en nu pas zeg maar, nu ik 17 ben, wordt het lot me een beetje in mijn eigen handen gegeven. Ja. Even, ik zie jou knikken. Ja? Nou ja, ik zou zeggen, we staan pas aan het begin. Ja. En ik vind het, ik begrijp toch vanuit professionals die misschien ook op een andere manier kennis en kunde hebben opgedaan op universiteiten, mee hebben gewerkt. Dat is wel, we gaan wel iets omdenken in het land. En ik zie juist omdat, in Utrecht is het inderdaad dat plan van het gezin staat echt centraal. En dat is echt van het gezin, dat blijft ook daar. Ik zat net bij een sessie bij een Fries voorbeeld. Wordt precies dezelfde gedachte ook neergezet. En je ziet, en nogmaals, ik heb een beetje die vergelijking gemaakt met de medische zorg. Want je kan best uitleggen, een huisarts kan best uitleggen dat je op een gegeven moment naar een ziekenhuis moet. En dan komt er iemand anders aan je bed of een foto maken, dat soort zaken. Dat begrijpt iedereen. En daarin is het ook heel logisch, als je daar eigenlijk niet zo mee eens bent, stik het op in je en dat soort gedachten. Want het is voor deze sector allemaal heel spannend, want je wordt ook aangesproken is dat je als professional misschien jezelf laat overroelen. Ja. Door het gezin zelf. Of dat het gezin zelf zegt, maar wij zouden eigenlijk best komen. En dat is die dialoog. En een dialoog vanuit je professionaliteit. En misschien op een gegeven moment zeggen, ik ben het eigenlijk niet met mijn eigen kennis eens, maar we gaan het toch op een andere manier doen. Ja. Daar moet nog wel, dat zeggen we nu echt heel veel water door de oude gracht heen. Ja. Wil men die mentaliteitsslag ook maken? En daar staan we pas aan het begin. En ik vind dat enorm spannend, maar ik vind het wel de weg die we op moeten gaan, omdat ik de Utrechter dat ook hoor vragen. Ja. Misschien een beetje versleuteld, misschien een beetje lullig gezegd of bozig, dat soort. Maar de Utrechter zelf, die is er wel klaar mee, is tot alleen maar anderen over hun beslissen. Ja, maar dat is het, je noemde even de basisvoorziening Tom in je inleiding ook. Want het gaat natuurlijk op heel veel plekken moet dit plaatsvinden. Dus ook in het onderwijs, ook in de eerstlijnzorg, op al die plekken moet dus die slag worden gemaakt zoals Victor Everhart het zegt. Ja. Hoe zie je daar al iets van gebeuren? Nou, dat komt heel langzaam op gang. Kijk, we komen natuurlijk uit een tijd waarin we voortdurend geneigd zijn om kinderen, ik zeg maar even oneerbiedig, door te schuiven naar de hulpverlener en de hulpverlener naar nog een gespecialiseerde hulpverlener en zo gaat het maar steeds door. Dat is ook een van de redenen waarom in de afgelopen decennia het aantal jeugdigen wat in hulp zit meer dan is verdubbeld.
En als dat zo door zou gaan, dan zou het binnen 7 à 10 jaar weer verdubbelen. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon niet gezond. Dus wat dan nodig is, dat we bij wijze van spreken weer terug gaan redeneren van hoe komt dat nou? En wat betekent dat bijvoorbeeld op de scholen en in de kinderopvang er beter gewerkt moet kunnen worden met kinderen die niet zo makkelijk zijn. Ik zie bijvoorbeeld, en daar zijn hele mooie initiatieven bij, kinderen met gedragsproblemen is een van de belangrijkste redenen nu waarom kinderen naar het speciaal onderwijs gaan en waarom ze ook in jeugdzorg terechtkomen. Nou is er een initiatief in de kinderopvang al een tijdje geleden gestart dat jeugdhulpinstellingen die helpen de leidsters in de kinderopvang beter om te gaan met gewoon ondeugende lastige kinderen. Nou, die leidsters die worden daar gewoon steeds beter in. En die jeugdzorginstelling is daar niet bezig om zieltjes te winnen voor hun eigen instelling. Nee, om die leidster en die leider gewoon sterker te maken. Ja. Ze krijgen ook meer lol in hun vak. Hetzelfde zien we in het onderwijs met een interventieel taakspel. Dat is een soort spel wat gespeeld kan worden in de klas. Tijdens het lesgeven is het ook, er worden duidelijke regels afgesproken. Die leerkracht die dat doet, die dat speelt met de kinderen, die taakspel, die ziet op een gegeven moment dat er minder kinderen door hoeven worden verwezen naar het speciaal onderwijs. Die leerkracht die voelt zich op een gegeven moment ook veel beter in zijn vel. Want ja, minder stress van al die lastige kinderen in de klas. Dus er is minder ziekteverzuim. En wat interessant is, die leerkracht die heeft ook veel meer tijd om les te geven. Maar die voorbeelden die u nu noemt, hè, zijn dat er gewoon een paar? Of zeg je van, nou, in heel Nederland barst het van dit soort voorbeelden op in net? Ik zie op heel veel plaatsen dat dit gaande is. Ja. Ja, en in meer of mindere mate. Ik zou willen dat het nog veel sterker werd. Mm-hmm. He, dus dat we gewoon heel duidelijk hebben van wat zijn nou de 10 belangrijkste problemen, vragen in de kinderopvang waar leidsters moeite mee hebben. En in het onderwijs waar de leerkracht mee moet. En wat zijn nou goede aanpakken die we inmiddels in ons land hebben en kennen om die vragen goed te beantwoorden? Ik ben wel benieuwd. Jasmin, heb jij een docent wel eens gehad waarvan je denkt, kijk, die komt goed bij mij op weg? Ja, tuurlijk. Ik heb een mentor gehad op de middelbare school waar ik gewoon nog steeds contact mee heb. En wat deed hij goed dan? Het waren 2 mentoren toevallig. Oké, wat deden ze goed dan? Ze waren gewoon persoonlijk ook gewoon heel erg bezig met mij, weet je. Niet echt met alleen met school. Het was echt gewoon de vraag van, weet je, hoe gaat het nou echt met jou? En lukt het wel? En als je hulp nodig hebt, kun je altijd bij ons terechtkomen. Dus dat vond ik wel gewoon fijn. Ja. En ja, ik weet niet, ik zat toevallig wel op een school, volgens mij heet dat een LWO of zo. Ja, hoe heet dat? Leerwegondersteuning. Ja. En daar zat ik toevallig op. Ja. Ik heb dat helemaal niet erbij gekregen toen ik op de basisschool zat. Nee. Ik werd wel geëtikeerd met gedragsproblemen, waar ik zelf niet echt veel van merk. Nee, de rest is vooral waarschijnlijk. Ja, sorry. Maar ik kwam toevallig op zo'n school en daar waren gewoon heel veel, ik zat met leerlingen met ADHD. Toevallig op zo'n school, waarschijnlijk niet helemaal. Het was wel toevallig hoor, want het was de enigste school waar ik op het laatste moment kon aanmelden, want ik verhuisde vanuit Zaandam naar Amsterdam-Noord. Ja, precies. Maar ik kwam dan op die school en daar zat ik ook met leerlingen met ADHD en al die dingen. En het waren hele lastige kinderen, maar als je ze eenmaal een beetje door hebt, dan zien ze mee. Sowieso, echt. Ze zijn gewoon ook vrienden van mij geworden, terwijl ze eigenlijk veel te druk voor mij zijn. Nee, want dat is wel natuurlijk. We hebben het steeds eigenlijk over bijna een hele stad die zich hiermee bezighoudt. Of je nou onderwijzer bent, huisarts, of wat je ook doet. Misschien wel tot aan, wij spreken, ik weet niet, de scouting of zo aan toe. Alertheid, bewustzijn, de mogelijkheid om schakelen. Mag je dat vragen eigenlijk van mensen? Om daar op zo'n manier elke keer mee. Maar bijvoorbeeld die 2 mentoren die je noemt. Je moet daar ook sowieso de vaardigheden hebben, maar daar ook tijd in stoppen. Hoe ver kan je daarin gaan? Ik denk heel ver, als je het samen doet. Als iedereen hetzelfde voor ogen heeft en dat wat Ton ook omschrijft en wat jij omschrijft. Doordat wij bijvoorbeeld in Utrecht ook op de basisscholen aanwezig zijn, kunnen wij in die versterking of die consultatie naar leerkrachten in het onderwijs ook betekenen. Wij kunnen direct een lijntje met jongeren hebben. Ja. We zitten niet alleen op het basisonderwijs, ook op het voortgezet onderwijs en op het mbo. Dus ook de verbinding naar thuis leggen en naar die partners die je nodig hebt in de wijk. Dat is transformeren, hè? Dat zitten we aan het begin. Dat is met elkaar kaders zijn die intussen helder in de transitie vorm heeft gekregen. En ik denk dat dat nog heel veel afstemming vraagt. Hoe doe je dat nou goed? En hoe vind je elkaar daarin? En ik denk dat we daar de komende tijd met al onze partners veel tijd in moeten gaan steken. Ja, maar het betekent ook wethouder dat dus ook sommige mensen daar zich mee gaan bemoeien of een mening gaan vormen of gaan begeleiden. Waarvan je eigenlijk denkt,
nou, ze zijn in ieder geval niet zo gestudeerd als Tom. En die gaan in één keer hier zich ook weer mee bemoeien vanuit oprechte betrokkenheid en alles. En dan bent u verantwoordelijk. Ja, dat heeft het stelsel in ieder geval opgeleverd. De wethouder jeugd is verantwoordelijk. Ja, dus precies. Dat maakt het ook maar wat simpeler. Maar dat is deel van ook het maatschappelijk debat. En ook kunnen wij als maatschappij zo'n beweging ook aan. Ja. Kunnen wij inderdaad aan is tot jongeren, eigenlijk met gewoon jongeren gedrag. Wat accepteren we nou? Want we hebben heel vaak een discussie over de overlast. Nee, het gevoel van overlast is weer toegenomen vanwege gedrag van jongeren. Kan je twee dingen vertalen. Jongeren hebben inderdaad meer rotten lopen trappen, maar uiteindelijk, objectief gezien, gebeurt dat nooit, want dat neemt af. Dus je moet de conclusie trekken, de maatschappelijke acceptatie voor jongerengedrag is weer afgenomen. Ja. En dat moeten we als maatschappij weten te keren. Ja. En daarin voelt, vind ik juist het mooiste, dat mensen die inderdaad niet in de jeugdhulp of niet daarvoor gestudeerd hebben, wel een verantwoordelijkheid voelen. Want iedereen is zelf of ouder ook, of weet dat van dichtbij, is actief op een sportvereniging. Ja. Dus neem daarin je verantwoordelijkheid. En het tweede is, waarom ik ook vertrouwen heb, is dat dit nu wel een kansrijk weg is om te vervolgen. Is dat wij als gemeente nu ook de mogelijkheid hebben om rare financiële prikkels. Want vroeger werd je als instelling afgerekend op hoeveel cliënten je had behandeld. Dus dan krijg je automatisch een neiging, geef je cliënt maar hier, dan trek je hem wel naar achter en dan behandel ik hem wel. En wij hebben nu de mogelijkheid om te zeggen, nee, jij moet je kennis en kunde inzetten in juist bij die mensen die daar eigenlijk nog gewoon hun dingen doen. In samenwerking met een sportvereniging, op school en dat soort zaken. En je moet je kennis daar naartoe brengen. En daarin word je gefinancierd. Dus het zit ons ook heel plat hoe wij dingen financieren. En het mooie is dat nu in één hand is bij de gemeente, is dat we daar in ieder geval de sturing op kunnen gaan geven. Ja. En dan heb ik er vertrouwen in, is dat we in ieder geval die weg op kunnen gaan. Maar nogmaals, de maatschappij moet het uiteindelijk ook aankunnen. Ja. En dat vind ik wel een mooi debat. Ja, tot slot even. Want het echt aankunnen is één. En het tweede is, wat jij in je inleiding aangaf, zeg ook een meedenken bij het maken van beleid, zoals het mooi heet. Cliëntparticipatie. Wat verder gaat dan alleen maar van dit hebben we bedacht, wat vindt u ervan? Nee, wat zou je nou eigenlijk willen? Wat zou je advies zijn richting de wethouder? Los van het feit of hij het misschien wel heel goed doet. Maar dit is even, dit is de wethouder van alle wethouders in Nederland. Dit zou je eigenlijk moeten doen als wethouder. Dat doe je nu nog te weinig. Zegt hij waarschijnlijk, ik doe het wel, maar dat is even namens alle andere wethouders. Ja, even vooraf, een soort disclaimer, zeg maar. Kijk, zoals het nu is georganiseerd met gemeenten, vind ik al een hele goede stap dat de gemeenteraad een heel belangrijke partij in het geheel is. Want daar zitten ook die burgers die mee kunnen denken, mee kunnen praten. En zo hoort het ook. Maar ik vind het wel heel erg belangrijk dat ook in al het beleid wat we nu maken met de nieuwe inrichting van het stelsel, met betere samenwerking, dat ook in de plannen die we daarvoor maken, dat daar de burgers ook aan een veel eerder stadium bij betrokken zijn. Maar dan is de vraag, hoe kan je dat nou op de beste manier doen? Ja, want even, ik ken ook de inspraakavonden en ik ken ook al participatielallers en in welke trainen zitten we nu en dat soort dingen. En uiteindelijk zie je meestal dezelfde mensen daar die meestal hetzelfde punt maken wat je eigenlijk het liefst niet zou willen hebben. Nee, nou, het is heel simpel. Ik denk niet dat de inspraakavonden dat die erg werken, dat is te voldoende werken. Er zijn commissies zat waarbij gewoon als lid of een paar leden van de commissies, ik mis een paar jongeren en een paar ouderen. Gewoon omdat ze er standaard bij horen. Ja. Dat dwingt je namelijk op twee manieren goed te werken. Eén, dat je dus perspectief voor wie je het uiteindelijk moet doen, dat heb je bij wijze van spreken in je commissie verankerd, dat is één. En twee, alle ingewikkelde stukken zul je dus van heel wat jargon moeten ontdoen, want anders begrijpen een aantal leden van de commissie echt niet waar het over gaat. En dat vind ik juist een ontzettend goed principe, want het moet uiteindelijk zo vertaalbaar zijn naar iedereen, dat iedereen snapt waar we mee bezig zijn. Ja. Daniel, hoe zou jij doen? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, ondersteunend aan het grote beleid, is dat je ook wijkgericht daarmee kijkt. Hè? Als je het hebt ook weer over die eigen regie en mensen laten participeren en zelf hun stem geven en activeren, merk ik nu al dat je ook kunt gaan zoeken naar talenten alleen al in de wijk zelf. En hoe kun je die met elkaar verbinden en versterkend laten zijn voor de wijk. En dan is het de vraag inderdaad, hoe ver kan dat gaan en hoe sterk is zo'n maatschappelijke cohesie? Ja.
ik denk dat dat een proces is wat je met elkaar nog vorm moet gaan geven. Maar ik zie daar wel kansen. Ja, maar nog heel, heel praktisch. Ik bedoel, je komt op een school, je loopt in een wijk rond. Je komt Jasmina tegen, je bent ongeluk verlaten in Amsterdam-Noord. En je denkt, van, kijk, ik wil eigenlijk gewoon haar mening hebben bij het maken van beleid. Want die kan als geen ander strakjes aangeven van, luister, ik heb zo'n 99 hulpverleners te veel. Ja. Dus die kan dat volgens mij heel duidelijk uitleggen. Maar die zie ik niet zo snel in de commissie gaan zitten. Tenzij, zou je in de commissie willen zitten? Ik weet niet wat de commissie nou, is. Nou, precies, daar heb je het al. Ja. Nou, dus misschien moeten we daar ook iets in veranderen. Wethouder? Je hebt geen standaard recept hiervoor. Dat is er gewoon niet. Het tweede is dus je ziet gemeentes zoeken. Nou, in Utrecht hebben we ook bijvoorbeeld een instrument gebruikt. Is dat we gewoon mensen aanschrijven. Ja. En u bent geselecteerd om mee te gaan denken. En dat ging dan over een nieuw energieplan. Ja. En er zijn gewoon willekeurig uit het gemeentelijke administratie zijn mensen aangezet. En die zijn opkomen daar. 3 weekenden achter elkaar hebben die hun tijd gestoken in het maken van nieuw beleid. Ik dacht dat ze een prijs hadden gewonnen. Ja. Ik kreeg daar ook iets voor, maar omdat je daar iets voor laat, namelijk 3 weekenden. Maar we zoeken naar nieuwe vormen erin. Wat we bij het jeugdbeleid wat we nu hebben gemaakt in de stad Utrecht, is dat we zijn gaan oefenen. En dus echt aan Utrechters ook zijn gaan vragen van wat hebben jullie ervan gevonden en geef ons dat terug. Het tweede is dat we heel veel sessies hebben gehad op hoog bestuurlijk abstractieniveau. Tot en met in de praktijk, in wijken, met buurtvertegenwoordigers, om maar het boven water te krijgen. En zo'n weg met ervaringsdeskundigheid, een woord voor jou in ieder geval, maar proberen wij ook, en dat is opdracht in naar buurteams, zorgen ervoor dat ervaringsdeskundigheid in jullie teams ook zijn, als professionaliteit. Ik heb ook ambitie om in het Utrechtse ambtelijke apparaat ook ervaringsdeskundigheid. Dat je gewoon als je een functie hebt, dat je vraagt wat is jouw competentie op ervaringsdeskundigheid? Want dat ontbreekt nog bij ons. Okay. Nou, dat zijn allemaal stappen. Nogmaals, stappen. We eindigen met dan een stukje cliëntparticipatie naar de burger en bestuurder toe, zoals het dan mooi zo heet. Ja. In een win-win situatie te komen, zodat we uiteindelijk richting de achterban een duidelijk integrale benadering kunnen kiezen. Dat soort dingen. Dat zijn jouw woorden. Dat zijn mijn woorden. Jasmina, dit is, als jij nu een advies aan deze 3 mensen zou moeten geven, en via deze 3 mensen ook allemaal hier in de zaal, zeg. 2 dingen. 1, dit moet je doen en dit moet je nooit meer doen. Mag ik zelf kiezen met welke je begint? Het is een beetje moeilijk om wat te zeggen, omdat jullie uit een hele andere plek komen dan ik. Dus ik kan ook... Ze wonen toch gewoon in Nederland. Je zou je verbazen, maar ze wonen er wel. Ik heb eigenlijk helemaal geen idee wat jullie moeten doen, want ik heb eigenlijk 3/4 helemaal niet verstaan van wat er hier gezegd is. Dit is tip 1. Ik vind het wel gewoon heel mooi dat jullie zo actief bezig zijn en dat jullie gewoon veel willen betekenen voor families daardoor. Dat vind ik echt alleen maar mooi en daar ben ik gewoon eigenlijk best wel trots op, zeg maar. Wel dat dat ook zo in Amsterdam-Noord was. Ja. Hint. Nou, dat was tip 2. Dankjewel. Dames en heren, mag je een heel groot applaus. In ieder geval natuurlijk ook Jasmina Bakali, Victor Everhart, Danielle van Schijk en Tom van Iepen. Dankjewel.